klasse. En we gaan nu genieten van afscheid nemen, de spelers van DVS 33. En ik neem afscheid van u, dames en heren, luisteraars, DVS TV-kijkers ook natuurlijk. Want u kijkt en u luistert tegelijkertijd. Ik heb het heel graag willen doen. En ik ga het over 2 weken natuurlijk in samenwerking met mijn cameraman, onvervalste cameraman Lex Hilarius. Gaan we de wedstrijd DVS Quick Boys natuurlijk prima in beeld brengen. En ik zie hier langzaam maar zeker de spelers klaarstaan. En de voorzitter van DVS 33 gaat het woord nemen om afscheid te nemen van de diverse spelers. En ik denk dat we dat ook maar gewoon even gaan laten zien. Want dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Mitch van der Vlist wordt als eerste naar voren gehaald door de voorzitter Cor Lauwersen. En Mitch staat daar helemaal achteraan. De doelpuntenmaker van het derde doelpunt, waarin DVS zomaar dwars door die verdediging van SDVB liep. En heel makkelijk combinerend ons liet smullen. En Mitch komt naar voren. En natuurlijk wordt er ongetwijfeld heel veel succes gewenst in fantastische acties in de afgelopen wedstrijden. De ploeg uit Woerden Sportlust. Net naast, of er stond net iemand voor. Maar je bent een geweldige spits. We wensen je ongelooflijk veel succes. Ik hoop dat u het kunt verstaan. En we zijn blij dat je een jaar bij ons. De woorden van Cor Lauwersen. Wellicht zien we elkaar terug. Je blijft hier in ieder geval altijd van harte welkom. Mitch, hartstikke bedankt. Het gaat je goed. Mitch van der Vlist krijgt daar de bosbloemen van de penningmeester. Aart Goossense heeft natuurlijk diep in de buidel moeten tasten voor deze fantastische bossenbloemen. En daar komt naar voren eigenlijk ook wel een publiekslieveling. Eigenlijk, wat zeg ik? Gewoon een publiekslieveling, Henk Baum. 34 keer gescoord voor DVS. Ik kan me bijna niet voorstellen dat hij weggaat. En Henk gaat naar Nunspeet. Hij gaat naar Nunspeet. Na heel veel voetbal komen we elkaar wellicht als tegenstanders nog een keer tegen. Het zou mooi zijn als we weer wat regio-wedstrijden krijgen. En wie weet, komt hij ooit terug? We hebben ongelooflijk van je genoten. Ja, precies zoals de voorzitter zegt. Heel erg genoten van zijn spel, van zijn niet aflatende inzet. Trainer Henny in het Hof had het over een iets beperkte actieradius, maar ik heb het er nooit aan afgezien. Ja, Maurits Schraven. Man of the match. Prima gekiept. Hartstikke goed. Hij heeft nog wel meer dan 5 seizoenen gevoetbald, zegt Maurits. De voorzitter had het over 5 seizoenen. Hij zegt nog meer. Hij zal het ongetwijfeld zelf het beste weten. En krijgt een applaus van het publiek. Maurits Schraven. Oh, sorry, Huizen Ieren. Jij gaat naar hier. We wensen je heel veel succes. En jij blijft hier van harte welkom. Maurits Schraven die naar Hierde gaat samen met Ali El Haddadi. En daar hebben ze bij Hierde echt absoluut een goeie aan. Smeding. Frank gaat niet weg. Frank blijft. Maar Frank gaat voor zijn plezier voetballen. Dat deed hij trouwens nu ook al in de A-selectie. Maar straks helemaal. Frank Smeding, een geboren DVS'er. Daar zit hij al in. Daar blijft hij ook in. Combifunctionaris ook. Frank, blijf DVS'er. Namens de gemeente Ermelo. Namens de scholengemeenschap Groevenbeek. Altijd in beweging bij DVS. Met jeugdspelers. Heel populair onder de jeugdspelers. Heel makkelijk trainingen gevend. Ook lesgevend op Groevenbeek. Maar bij DVS in de basis ook. Ik heb het al eerder gezegd. Cement. Frank die het echt fantastisch gedaan heeft. Een sfeermaker. Puur sang. Om heel eerlijk te zijn. Misschien voetballend een van de wat mindere. Maar door zijn inzet altijd heel belangrijk voor het team. En daar dan de man die... Ik weet niet hoeveel seizoenen lang hier meer dan 100 doelpunten scorend voor DVS. En ook in zijn laatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie
ook weer belangrijk. Hij staat totaal op 74 voor DVS. 74 doelpunten voor DVS. Ik dacht zelf 100, maar 74 competitie waarschijnlijk. Maar met bekerduels erbij en zo. Ongelooflijk veel doelpunten gescoord. En hij heeft dus in totaal 111 doelpunten. Juist, in totaal. Samen bij Vochtzondag en DVS. 111 doelpunten, het is niet te geloven. Heel knap. Heel veel waardering voor Ali El Haddadi. Een groot applaus voor het publiek. En ook vanuit het bestuur natuurlijk heel veel dank verschuldigd aan Ali El Haddadi. En dan de volgende, Corrie Vee. Allemaal jongens die nog langer in het eerste hadden kunnen spelen, maar op hun hoogtepunt eigenlijk weggaan. Maar heel belangrijk geweest voor DVS. Andries Posthouwer. Geen speler die zo bepalend is geweest in het willen winnen van elke wedstrijd als Andries Posthouwer. De W van winnen staat in zijn voorhoofd gegriefd. Dus wat dat betreft een onverzettelijke speler. En we zullen hem missen. Andries Posthouwer. En dan de assistent-trainer van dit jaar. Ik weet niet of hij al geslaagd is voor zijn oefenmeester 1. Detlef Legrand. De voorzitter gaat ervan uit dat het gaat lukken. Dat hij in deze maand zijn papiertje krijgt. Oefenmeester 1. En ja, wie weet wordt hij nog wel eens oefenmeester van een team waar DVS tegen zal moeten spelen. Nou, ik denk dat hij dit jaar ook heel veel geleerd heeft van Henny in het Hof. Die ook afscheid gaat nemen. Henny in het Hof die nu naar voren komt. 5 jaar hoofdtrainer DVS. En 5 jaar lang. En dat heeft hij nog niet eerder gepresteerd bij een andere vereniging. Altijd was het 1, 2 jaar was het wisseling van de wacht. Maar Henny had hier een missie. En die missie die heeft hij tot en met deze wedstrijd. En misschien wel, wie weet, richting de topklasse volbracht. Een trainer met een hele duidelijke visie. Een visie die heeft geleid. En ook een missie die heeft geleid tot een ploeg die hij op een heel hoog niveau heeft gebracht. Wat hij in 5 jaar hier heeft neergezet is fantastisch te noemen. En uw verslaggever ja, vindt het natuurlijk bijzonder jammer dat hij weggaat. Hij vindt het zelf ook nog steeds heel erg jammer. En ik kan me niet voorstellen dat er niet een team komt uit de topklasse die Henny in het Hof heel graag zou willen inlijven. Want als ze een beetje weten hoe Henny in het Hof in elkaar steekt, dan pak je hem gewoon als trainer. Hij krijgt nu het woord. Ik ben hier zo goed voorzitter. Ik hoop dat goed te staan. Ik denk dat ik 7 jaar geleden ben ik voor het eerst gebeld door Henk Brentjes om te kijken of ik hier als trainer wilde beginnen. Dat lukte toen niet. 5 jaar geleden ben ik opnieuw benaderd door Henk. En ik ben dankbaar dat ik hier mag staan nu voor u.
Ik hoop dat het allemaal te verstaan is. Ik hier mag staan om de TC enorm te bedanken voor het feit dat ik hier heb mogen werken. Bedankt voor de samenwerking die we mee mogen maken met elkaar. Ik wil het bestuur heel hartelijk danken voor alles wat ik heb mogen doen hier bij deze club. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik ben enorm dankbaar voor de supporters die hier eigenlijk steeds meer zijn gegroeid de afgelopen jaren. En die steeds meer hebben kunnen waarderen wat de jongens hebben gedaan. Dus wat dat betreft wil ik jullie daar heel hartelijk voor danken. Als laatste, en dat is een voorrecht dat je als trainer hebt, is dat je altijd met spelers mag werken die eigenlijk vanuit hun werk komen. En die dan 3 keer in de week hier op het veld moeten gaan staan en dan mijn gezeik aan moeten horen. Maar het mooiste is dat ik hier 5 jaar heb gezeten en ik voor die tijd bij een aantal clubs heb gezeten waarvan ik dacht, toen ik hier heb gespeeld, ik heb hier met Bergen gespeeld en Excelsior gespeeld. En toen dacht ik altijd van, dat is 1 club waar ik nooit gewerkt heb, dat is hier. En dat te maken met het feit dat ik hier de eerste keer ben geweest en dat ik een geestelijk gehandicapt assistent en die werd niet heel goed behandeld vond ik toen. Maar dit is de club waar ik het langst heb gewerkt. En dus als de voorzitter zegt van, ik ben hier altijd welkom. Ik ben heel erg blij dat ik hier altijd welkom zal zijn. Maar met name vind ik het een heel erg groot voorrecht dat ik als trainer gewoon 3 keer in de week mag trainen. En het werken met een groep die je krijgt van de club, wat de voorzitter terecht aangeeft. Ik heb het voorrecht gehad om te mogen werken met heel veel fijne spelers. En ik heb het voorrecht gehad om met een fantastische ploeg die hier nu op het grond zit, te mogen werken. Ik heb een hele fijne staf gehad waar we alles mee bespreken, waarbij meer komt dan alleen voetbal. Ik ben blij dat ik Eddie Kraai hier heb gezien, die ook bij mij een aantal jaren heeft samengewerkt. Dus ik ben heel mooi. Ik vind het mooi dat hij hier is geweest. Dus ik weet niet of Eddie er is, maar Eddie, jij ook nogmaals bedankt. En als laatste zou ik aan jullie willen vragen om de na-competitie die komt. Dan gaan wij ons stinkende best doen. Deze jongens, de grootste gedeelte, die zijn vanuit de eerste klasse opgegroeid. Ze zijn opgeklommen tot waar ze nu staan. En als je ziet wat ze vandaag weer hebben gebracht, ondanks dat het absoluut niet groot was, maar gewoon weer winnen. En met alles wat er staat te gebeuren, willen wij gewoon proberen die na-competitie gewoon winnend af te sluiten. Meedoen is niet genoeg. We willen gewoon keihard naar die topklasse gaan doen, daar gaan we alles aan doen. Dat doen zij elke week, 3 keer in de week doen ze enorm veel. Je weet de helft niet wat er allemaal gaat gebeuren en wat er gebeurt met die jongens. Als je als mooi voorbeeld ziet dat wij net vanochtend of vanmiddag in de kleedkamer zaten. En dat Ronald Hoek dan de groep toespreekt. En heel veel waardering in de selectie uitspreekt voor de 3 DVS'ers die gestopt hebben. Die inmiddels een eigen plaats in de geschiedenis hebben gekregen. Dat zul je wel zien als je een keer de kleedkamer inloopt. En dat is fantastisch. Dus ik ben enorm blij dat ik hier mag staan. Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor 5 fantastische jaren. Ik hoop dat we nog wat moois kunnen brengen in de na-competitie. Ik dank u voor de komst en alles goed. Dankjewel. Prachtige toespraak van Henny in het Hof. En we zorgen ervoor dat er een bij het veld rondom de geel zwart kleurt. We verwachten 1000 tot 1500 mensen uit Katwijk. Er zat nog minstens 1000 tot 1500 man ook uit Elmelo moeten staan. Dus neem je buren mee, neem je vrienden mee. Zorg dat we er een feest van maken op 17 mei. En inderdaad, de voorzitter geeft aan die belangrijke wedstrijd over 2 weken tegen Quick Boys. Dan gaan we nog een keer genieten van deze prachtige ploeg. Aangevoerd door de staf Henny in het Hof. Die hier middels deze prachtige toespraak DVS toch enorm bedankt. En ik heb trainingen van hem gezien waarbij de rillingen over mijn rug liepen. Zoveel passie, zoveel kennis van zaken. Ongelooflijk. Wij gaan spelers interviewen.